Ik heb tijdens mijn jeugd altijd gevoetbald. Bij KZ Tentergem, Koninklijke Zonnekloppers Tentergem. In de fotoalbums van mijn kindertijd, secuur door mijn moeder samengesteld, staan dan ook heel wat krantenknipsels die herinneren aan voetbalwedstrijden. In album 3 springt er één wedstrijdverslagje bovenuit. Niet van een voetbal, maar van een wielerwedstrijd. Een fictieve koers waarin Erik van der Aarde, Johan Museeuw, Claude Criquelion en Dirk de Wolf de hoofdrolspelers waren van een ronde van Vlaanderen. Een ronde met start in Dentergem. De ronde van mijn dromen. Het verslagje is uitgetikt op een kopievel van de krant van West-Vlaanderen. Mijn grootvader was er immers lange tijd correspondent. Dit is trouwens mijn grootvader, meer dan 80 jaar geleden, op een koersfietsje, want zijn vader was kadermaker. Fietskadermaker. De ronde sprak als jonge gast tot mijn verbeelding, zoveel is zeker. Mogelijk heeft het een en ander te maken met mijn verjaardag. Ik ben geboren op 4 april. Om de zoveel jaar valt de ronde op de 4e van april. Om de zoveel jaar is mijn verjaardag een Vlaamse hoogdag. Op mijn eerste verjaardag zag mijn familie René Martens winnen voor Eddy Plankaert en Rudy Pevenage. 4 april 1993 was de eerste van Museeuw. En op mijn 18e verjaardag zag ik Peter van Petegem, VDB en Museeuw op 1, 2 en 3. De 4e van april, die het meest in mijn geheugen gegrift staat, blijft echter die van 2004, de dag van de 88ste ronde van Vlaanderen. Ik ben met mijn vrienden onderweg naar Kanegem, geboortedorp van Oer-Vlaanderen en Brikschotten. Ons doel is de Neringenstraat, een 2 kilometer lange, golvende kasseiweg tussen Aarsele en Kanegem. De kasseien van Kanegem zijn onze eerste stop in onze jaarlijkse Ronde van Vlaanderen. Het moet rond 11 zijn geweest wanneer de autoradio het nieuws van de dag brengt. Wielerlegende Brikschotten is niet meer. De tweevoudige wereldkampioen en rondewinnaar is deze ochtend op 84-jarige leeftijd overleden. Steffen Wezeman won die dag, maar de ronde van 2004 blijft er voor altijd eentje met een zwart randje. Oh ja, en de ronde van mijn dromen had Claude Criquelion, wie anders, te kampen met pech en won Erik van der Aarde met een bandtikte op Museeuw.